Hallo allemaal, ik ben Hanne Oome en ik ben de dochter van Otto Oome. En in onze vorige filmpjes kon je al zien dat wij brood bakken. En daarvoor hebben wij een nieuwe broodbakmachine gekocht. De Panasonic SD2500 WXE. En deze gaan wij vandaag unboxen. Oké, dus hier zaten nietjes in. Dan moet je wel nog oppassen. Als je zo'n nietjes opener hebt, dan kun je die best gebruiken. Maar dat hebben wij dus niet. Dus heb ik dat gewoon moeten opentrekken. Zullen we eens even kijken wat erin zit? Kijk op. Stekker. Hier is ze dan. Broodbak. Een beetje zwaar. En nog niet te vergeten de handleiding, anders weten we niet hoe dat we moeten gebruiken. Zet ik de doos even aan de kant. Voilà. Voilà, ik zie je. Hoe chic. Ja. Dat ziet er wel niet stekker. Oké, zeker. Oh. Klein lepeltje, hoe dat je alles erin moet doen. Een bekertje. Waarschijnlijk ook. Om, ja, maatbeker. Er staan dingetjes op. Dan moet je niet vergeten als je dat weggooit, want er zit nog iets op. Dat is waarschijnlijk een vangrail. Ja, heel belangrijk, je mocht dat niet weggooien daarmee, je moet dat bijhouden, want dat is de kneedhaak. Als je dit niet hebt, dan wordt het deeg in de broodmachine niet gekneed en zult je geen brood krijgen. Kneedhaak. Die. Die pot. En die moet je altijd hier doen. Voilà. Vond je het filmpje leuk? Geef ons dan een thumbs up. Abonneer je op ons kanaal. Help ons de 500 abonnees te bereiken. En je mag het filmpje ook altijd delen. Dag!